Midden op de markt kan je terecht in de voormalige bioscoop Royal. Niet meer om te genieten van een of andere spannende film, maar wel van de heerlijkste gerechten die Brasserie Royal je de ganse dag tot zelfs 's avonds laat voorschotelt. Dag Hanne. Hey. Alles goed? Absoluut. Zeg, op de mooie zaak, hè? Ja, santé. Wat zou je mij aanraden van de kaart? Want ik heb het eens bekeken, maar het staat vol met lekkere dingen. Voor ieder wat wel. Maar bijvoorbeeld bij ons ook heel lekker is de klassieke bouillabaisse Marseillaise. Met toast en rooie en gruyère geserveerd. Het is echt eigenlijk een bouillabaisse die gemaakt is echt van een visfond. Die eigenlijk bijna een hele nacht heeft opgestaan. En jullie maken alles hier zelf? Ja. We hebben dus een chef in dienst en een sous-chef. Die maken alles vers. Kalfsvlees rekken voor in de volle van, kuisen ze vers op. Die maken het fideetje of het bladerdeegje zelf. En hebben jullie naast die speciale gerechtjes dan ook aangepaste wijnen ofzo? Inderdaad, we hebben een achttal rode wijnen en een achttal witte topwijnen. Bijvoorbeeld een Château La Commanderie, La Lande Pomerol. Dat zijn wijntjes die je normaal per fles vindt. Bij ons kan je het uiteraard ook per fles, maar eveneens per glas. Meestal kan je dat toch alleen maar per fles, dus dat is wel leuk. Ja, dat wij een speciale wijnautomaat ook hebben. De kwaliteit blijft optimaal. Vroeger was dit een bioscoop. Inderdaad. Dat was de Cinema Royal, Bioscoop Royal. Dus boven hebben wij een lounge. Daar zat een oude projector. Ah, dat is nog een beetje behouden, zoals vroeger. Als dat is behouden, ja. Mag ik eens gaan kijken? Voor? Natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. Super lekker. Zeg, eet ik dat nu dan met de lepel of met mes en vork? Een lepeltje, want ik vind echt een lepeltje. En wat ben ik nu precies aan het eten? De karnemelkstampertjes met een gepocheerd eitje en kaas. Van boven, dat mag zeker niet ontbreken. De burno is het. Ik heb nog nooit zo'n gerechtje gezien en geproefd. Ja, dat is heel lekker. En wat er ook heel lekker is, onze broodjes. Het is een stokbroodje dat wij inkopen, dat wij zelf afbakken, maar de kruidenmengeling. En dan zo dat bovenste ervan nemen. En dan zo gaan soppen. Gaan soppen in de stampertjes. Maar broodje is er inderdaad wel super lekker met al die kruiden. Veel look wel, hè? Ja. Dus ben je op? Maar ik heb nog geen Hanne. Ik heb nog een heel potje. En anders nog in de keuken. Dat is veel, man. Dan eet je nu toch met 10 man van zo'n potje. Laat je gaan, joh.